Nou, ik zit in de trein. Ik heb zo'n coupé, weet je wel. Oh, ideaal. Dankzij Loes. En er is nog helemaal niemand, want ik ben te vroeg. Dat vind ik altijd heerlijk. Kun je op je gemak een plekje uitzoeken. Dit is binnenkant van het station. De coupé. Mijn roze koffer. Ik heb deze tas heb ik zelf gemaakt. Daar zit mijn laptop zit erin. En telefoon en zo. Dat is gekrild. Dit. Dus het is lekker stevig en dik. Veilig. En ja, dit is de achterkant van het station. Daar staat hier een trein te wachten. Geen idee waarop. Waarschijnlijk ook op de tijd. En ja, ik ga me vermaken. Kijk, hier portemonnee en mijn cadeautje van Loes. Ik ben zo blij mee, zo dankbaar. Dankjewel, lieve Loes. En ik ga het spelletje spelen, denk ik, of zo. Roken mag niet. Hallo. Oh, hallo. We zitten in de sprinter naar Maren. We hebben elkaar getroffen in Utrecht. Ja. Ging wonderbaarlijk goed. Joke, ik liep rond te zoeken op de afgesproken plek. En ik zag Joke niet. Nou is Joke niet zo groot. Dus en ik zat ook nog. Ja, en je zat. Kan je nagaan. Maar we zijn nu bijna in Maren. Ja, nog één stationnetje en dan zijn we er. Yes. Doeg. Doeg. Hallo. Ja. Het is nog zo vroeg. Oh, het is zo vroeg in de ochtend. Schei uit. Gisteren had ik gefilmd dat ik Miranda op het station ontmoette samen met Joke. Maar er is iets fantastisch misgegaan met het filmen. Dus dat is niet gelukt. En vanmorgen toen Eva hier kwam was het nog zo vroeg. Dus dat heb ik ook niet gefilmd. Maar ondertussen koffie op, broodje op en... We zijn er klaar voor, toch? Ja, echt wel. Ja, kijk, en daar zit Miranda. Die moet rijden, dus die vallen we verder niet lastig. We gaan Abby ophalen. Mm-hmm. En dan gaan we naar de Crea doen. Zo zit het. Echt, hè? Ja. Oh, zo zit het. Ik heb mijn wagen volgeladen, vol met zellige wijven. Nou, we zijn aan het verzamelen in de perskamer. De enige die nog moet komen is Sharon. Maar kijk, Abby. Abby, niet omdraaien. En Dennis en Miranda. Tenminste, had ze gisteren meegekeken. Mike en Eva. En de gastvrouw. Die een lekker kopje koffie gaat inschenken. Dus we hebben Nea en Margriet al gezien. En die had een cadeautje. Voor mij, kijk hier, die heb ik al gekeken, een lapje stof. En hier een cadeautje, die ga ik zo meteen goed bekijken. En we gaan eerst even koffie doen. Nou, ik heb al een stukje beurs gedaan. Samen met heel de familie. Elkaar weer kwijtraken onderweg. En elkaar weer vinden onderweg. Makkelijkst zijn Mike en Dennis om te vinden. Met dat grote gele t-shirt, weet je wel. Op de beurs heb ik helemaal niet gefilmd nog. Ik weet ook niet hoe laat het is. Ik begin een beetje etens. Nou, ik heb nooit echt honger, maar ik moet gaan eten. Dus ik denk, ik ga even naar buiten. Maar ik heb al wel bij Caro dit gekocht. Ik heb twee setjes sokkennaalden. Eentje die korte naaldjes met zo'n koordje. En eentje vijf losse naaldjes. Maar ik heb dat boek gekocht met al die sokkenpatronen. En van Wolplezier heb ik die doos met sokkenwol allemaal. En ik wilde zo graag eraan beginnen. En nu is mijn koffieboontjesok bijna af. Nog niet helemaal. Maar toen dacht ik van, ik neem wel deze mee. Want dit is Knitpro. En die andere die ik heb is Addy. En ik wil gewoon kijken, wat is het verschil? Welke breidt fijner? En ja, voor de prijs, ach, dat valt best wel mee. Toch? Moet ik niet gelijk een hele set kopen als je niet precies weet wat je wilt. Dus ik dacht van, nou, laat ik deze meenemen. Die heb ik bij Caro gekocht. En verder heb ik nog niks gekocht. Ik vind het hartstikke goed. Ik ga een peuk opsteken. Ik zit lekker buiten, hè? Daar mag het. En een broodje nemen. Miranda had een lupak voor mij gemaakt. Dus ik ga een broodje eten. En dan zie ik zo meteen de rest weer. Maar nu even in mijn eigen bubbel. Ik moet hem ook weer uitzetten natuurlijk, hè. Ja, gevonden.
knopje gevonden. Nou, je zult het niet geloven, maar gisteren heb ik op de beurs buiten zitten vloggen. Hè? Dat hebben jullie net kunnen zien. Ja, vloggen. Jullie hebben kunnen zien dat ik daar op een bankje zat. En daarna ging mijn camera, ik had hem gesloopt op de een of andere manier. Batterij lag eraf, ik kwam er niet meer op. En ik kreeg de batterijen niet meer op. Dus ik dacht van nou, die heb ik weer gesloopt hoor. Hoera, fijn. Maar Miranda, de technicus, die heeft hem gemaakt. En het is nu 10:30 ongeveer. En we gaan zo meteen weer live. En toen dacht ik, weet je wat? Ik ga nu eerst de tuin van Miranda weer filmen. Kijk, dit is... Dit zien jullie eigenlijk nooit achterlangs. Omdat de camera, die staat dan altijd heel anders, hè? Maar moet je kijken, joh. Dit is toch een bostuin. Is niet prachtig met al die bladeren en de lucht zo, met die bomen. Het beginnen al helemaal kaal te worden. Het is echt herfst. Ik vind het prachtig. Serieus. Je hoort af en toe een vogel. En dit is dan het uitzicht wat we hebben als Miranda hier in de lounge staat, zomers. Dan hebben we dit uitzicht. Wacht, ik draai even om zo. Dan zien we dit. Zo. En dat is nu dus helemaal bos. Ja, bos door de gevallen bladeren, de uitgebloeide bloemen. En het is, ik hou ervan. Serieus. Hier heeft ze oud spinnenwiel neergezet. Echt decoratief. Hier kan ze ook echt niet meer mee spinnen. Die is echt voor de decoratie. En binnen heeft ze dat spinnenwiel. Die eigenlijk alleen maar een nieuwe snaar nodig heeft. Kijk hier. Om strengen te maken. En om strengen af te wenden. Als je strengen hebt gemaakt na het spinnen, dan kun je ze hier opmaken. En dan kun je daarna... Nou ja, hoop technisch gedoe. Joke weet daar veel meer van. Ik niet. En dan lopen we zo verder de tuin in. In het bos. De hangmatten zijn naar binnen. Ja, die kun je niet buiten laten, hè, met dit weer. Dat is echt... kun je niet maken. En dan die boom die is omgezaagd. Dat is tijdens een live gebeurd. Dat is dus hier, hè. Kijk. Deze boom die was helemaal dood en die daarachter ook. En die zijn omgezaagd. En het van onderen gebeurde dus tijdens een live. Dat was zo gaaf om te zien. Nou, en stel je voor dat deze nou doodgaat, hè. Zal ik van onder... Zo, naar boven, loop ik een stukje dichterbij. Kijk, wow, daar krijg je pijn in je nek van. Zo hoog is die. Nou, er zit 3 jaar kachelhout in. Zeker te weten. Oh. De tafel. En dan stond hier stond dat vogelhuisje. Waar dat wespennest in was gekomen, weet je wel. Dat zit dat hier. Hier had ze dat gefilmd. En hier lopen dan de egeltjes en alles. En, oh, ik vind het fantastisch. En ik vind ook het beeld vanaf de andere kant vind ik dan heel leuk om te laten zien. Kijk. Dit is dan het paardje naar de lounge. En hier reist Miranda dan op en neer als ze iets vergeten is. Dan rent ze naar binnen. Nou, dat gaat dus via dit paardje. Zo. Zie je, want hier zijn we weer bij de lounge. Hier is een vijvertje. Helemaal verstopt. Maar dat komt ook goed, want Date die vindt tuinieren dus blijkbaar heel erg leuk. Dus die vijver, dat gaat ook helemaal in orde komen. En dan hier had je die druiven en die bramen, die groeiden hier allemaal. De parasolletjes tegen de zon als ze hier aan het filmen was. En de lounge waar we dan zitten
als we bij Miranda op visite zijn. Dat is hier. Met die mooie steen. De omhaakte fles hier. Het is gewoon overal allemaal van die knusse, ja, knussigheidjes. Weet je, je snapt wel wat ik bedoel, hè? Overal zie je wel wat. Dat vind ik zo leuk. De heg waar de was op gedroogd werd. Dat kan nou ook niet, hè, met dit weer. De kabouter in de boom. Tada! Ik hou daarvan, van die dingen in de boom en zo. En als het dan na een jaar of twee jaar helemaal verweerd is. Gewoon, hup, nieuwe maken. Nieuwe in de boom. Hartstikke leuk. De potten met bloemen. Bloeit nog steeds, zie je dat? Zitten nog steeds bloemetjes in. Zo leuk. Dit, ik weet niet wat dit is. Geen idee. Er zitten nog steeds bloemen in. En het is november, jongens. Kom op. Ja, zo'n mooi donker hoekje. Vinden de dieren natuurlijk hartstikke leuk. Ik kan me dat heel goed voorstellen. Nou, en dan hebben we een rondje om het huis gelopen. En dan heb ik het privé deel van de tuin helemaal niet laten zien. Hè? Dat snap je. Privé is privé en blijft privé. Dat doen we niet. Maar goed, ik heb gelukkig weer een camera. Ik kan weer filmen. En ja, over 10 minuten of zo gaan we weer live. Want dan is het zondagochtend 11 uur. Nou, ik had dus mijn koffer gepakt. En ik vrees dat er iemand mee moet. Die woont al sinds vrijdag in mijn koffer. Hij stond eerst naast het bed en ik had hem nu klaargezet op het bed, op de deken. Dus hier op die deken, zodat het bed er niet vies van werd. Maar ja, Pim ligt te bewaken. En die kleine zwartmoor, die denkt van nou, het zal allemaal wel. Dit is mijn plekje. Maar Frits, die gaat mee. Hé, Frits. Ja, hè? Frits wil gewoon mee. Maar dat kan niet. Hé. Hey. Hij is zo lief. Ja, hè? Ik wou de laatste spullen in mijn koffer gaan stoppen. Maar ja, dat gaat niet. Ik denk dat we gaan ruilen, Miranda. Ah. Ja, maar jij je visitekaart is terug. En Frits gaat mee. Oh, jullie zijn wel erg. Ja, lief, hè? Ja, nou dat... Ja, dat is geregeld. Dit is wat de katten dus de hele dag doen. Niks. Ja, die vermaken zich. Oh, hij is wel heel erg. Fritsje boeboe. Ja. Je wil niet mee verhuizen. Echt niet. Nee. Dan krijg je namelijk een rode concurrent. Want dan ben je niet meer de enige. Nee. En ik heb niet zo van die bossen en zo. En dat wil je niet, joh. Jij blijft lekker bij Miranda. Ik denk dat je de inhoud uit de tas hier moet laten. Of nou, de hele tas? Ja, ik neem gewoon een shopper. Daar gooi ik het in en ik laat die koffer hier. Proefjes. Ja. Nou, de sprinter naar Utrecht genomen. En nu wachten op de trein naar Leeuwarden. Hij komt om 19:19. En het is nu lekker nog voor 1, dus ik heb heerlijk op mijn gemak de tijd. Want kijk, tada, even een rondje. De kiosk. Bakkie koffie.
Meppel gaan we door naar Zeema, Heerenveen. Eindpunt, Leeuwarden. Hier in Meppel kunt u nog gebruik maken van Sprinter Lijf van Oudeveen, Groningen Spoor. Rios Aankomstspoor, vertrektijd Sprinter, 14:37. Dit is het eerste station in Meppel, alles wat gaat verlaten. Denk maar vanochtend, blijf goed. Tussen station Steenwijk. Op de klok zie ik 3:15. Dus nog een half uurtje en dan ben ik weer op station Leeuwarden.
Komt ineens de conducteur mijn kaartje voor de tweede keer controleren. Jeetje, zo zie je ze nooit en zo twee keer per dag. Geef niet, ik had een geldig kaartje hoor. Ga ik weer even naar buiten kijken. Nog een keer stoppen en dan Leeuwarden.
laatste stukje. Thank you.
dames en heren, het is bijna 15:13 onze geplande aankomsttijd hier in Noorden. Noorden is het eindpunt van deze trein. Je hoort het. Ik ga mijn spulletjes opruimen. Uitstappen. Nieuwe. Nou, het is nu dinsdagmiddag al. Ik begin een beetje bij te komen van het weekend. Jullie hebben dit vlog hopelijk tot aan hier helemaal bekeken. Het is echt heel anders geworden dan wat ik in gedachten had. Als wat ik in gedachten had, geen idee. Boeit ook niet. Ik ben nog steeds een beetje van het padje. Het was een ontzettend leuk en druk weekend. Wat begon op vrijdagmorgen, heel erg vroeg, op weg naar de trein. Joke ontmoet in Utrecht. Samen met Joke naar Maren, naar Miranda. En met Miranda naar het dorpshuis in Maren. Naar het kantklos... hoe heette het? Ja, hoe het... Van het lok. Een soort tentoonstelling, festival. Hoe wil je het noemen? Van het lok. En waar staat de afkorting voor? Kan ik dat? Nee, dat kan ik ook nergens vinden. Oh, volgens mij. Landelijke organisatie. Kantklos. Geen idee. In ieder geval, het was prachtig. Ze bestonden dit jaar 45 jaar. Kijk, dat staat dan weer hier. En er was een hele mooie groot tentoonstelling. En er stonden ook kramen waar je spullen voor kantklossen kon kopen. Joke heeft dat gedaan. Dat kunnen jullie bij haar in haar draadje door de week denk ik wel gaan zien. Joke heeft ook foto's gemaakt. Ik weet niet of ze ook gefilmd heeft. Ik was dus weer zo slim om bij het uitstappen tegen Miranda te zeggen... joh, mijn tas kan wel in de auto blijven, hè? Ik denk, dat scheelt gesjouw. En zo handig als ik ben, als ik die tas dan om mijn schouder heb hangen... ik sla alles en iedereen van tafel. Ik denk, dat is veel slimmer. Maar ja, in mijn tas zat ook mijn camera. Dus ik heb daar niet gefilmd. Ik heb dit als bewijs dat ik er geweest ben. Een visitekaartje die ik niet kan lezen. Zal aan mij liggen, maar ik kan het niet lezen. Te kleine letters, te donker op... een donkere achtergrond. Maar het zal over kantklossen gaan. En ik heb hier de kantschool Artofiel. École d'Antelière Leesschool Kluppenschule. In België. Want het was echt internationaal, die tentoonstelling, festival, dingesgeval. Kwam echt overal vandaan, van heel Europa. Was ontzettend mooi om te zien. En ja, er was een tentoonstelling van hele oude kragen. Want dat idee heb je als je dan kantklos in je hoofd hebt. Dan krijg je die ouderwetse kragen. Nou, daar hadden ze een schitterende tentoonstelling van. Maar... er was zoveel moderns mogelijk op het gebied van kantklossen. Daar sta je niet bij stil. Zo mooi, zo leuk, zo modern. Joke van Draadje Los, weet je wel. Ik ga dat niet tig keer zeggen, Joke van, maar gewoon Joke. Die heeft kantklosjes gekocht. En die is dus, die heeft als doel om deze winter te leren kantklossen. En in dat avontuur gaat ze jullie meenemen. Mij ook dus, hè. Niet dat ik ga kantklossen, maar ik vind het wel ontzettend leuk om te zien hoe zij dat dan gaat leren. En misschien leren jullie het dan ook, want het is gewoon ontzettend leuk. Nou, bewijs van toegang. 1978, 1923, 25 jaar lok. Bewijs van toegang. Nou, is hartstikke leuk om te bewaren. En je kreeg een patroontje. Nou, heeft Joke die ook, dus die hoef ik niet voor haar te bewaren. Het is een gratis patroontje om zo'n moderne bloem te kunnen gaan kantklossen. Dit is gekantklost. En dit dan ja, patroontje. Dat was vrijdag. En toen zijn ze me kwijtgeraakt. Uiteraard.
Mike stond aan de ene kant van het gebouw geparkeerd en Miranda die stond aan de andere kant van het gebouw geparkeerd. Ik had nog even een laatste gesprekje met wat mensen en dat duurde wat langer dan gepland. En zij waren al naar de auto en toen ging ik pas naar buiten en ik kon hen nergens vinden. Echt helemaal nergens. Tijdje buiten gestaan. Mijn telefoon zat dus ook in mijn tas. Hè, dus ik kon hun ook niet bereiken. Van waar zijn jullie? Waar kan ik heen lopen? Nou, tijdje bij de uitgang gestaan. Nou ja, daar was niemand. Ik ben naar het centrum van Maren gelopen. Naar de supermarkt. 900 meter, hè. En ja, daar zag ik ook helemaal niemand. Ik denk, nou ja, hier komen ze langs. Maar ja, ze reden dus blijkbaar niet weg. Bij het buurthuis. Dus ik denk, nou, loop ik maar weer terug. Onderweg nog niemand tegengekomen. Ik ga naar binnen en ik zie Dennis. Hoera, Dennis. Mijn reddende engel. En toen bleek dus dat Joke en Miranda, die waren alvast terug naar het huis van Miranda gegaan. Want ja, we moesten live en Miranda die moest koffie gaan zetten en zo. En ja, Mike en Dennis hebben dan hun eigen auto en zij bleven achter om mij te zoeken. Maar goed, het is allemaal goed gekomen. We zijn keurig netjes om 3 uur hebben we de live gedaan bij Miranda. De links, als ik ze allemaal kan vinden, naar de lives, die zet ik allemaal hieronder in de beschrijving ook. Hè. Lees vooral de beschrijving van deze video. Daar zet ik dan zoveel mogelijk in, want die lives, oh, ze waren fantastisch. Zo de moeite waard om terug te kijken. We hebben echt ongelooflijk hilarisch gelachen. Serieus. Ja, hoe kun je dan serieus? Nou, op zo'n manier dus. Nou ja, en toen dus slapen bij Miranda. Joke die ging naar huis. Dennis en Mike gingen naar een hotel. En ik bleef bij Miranda logeren. 'S morgens alweer heel vroeg op, want ja, we moesten op tijd naar de Creado. Eva kwam naar Miranda toe en we hebben Abby opgepikt. Naar de Creado. En ik heb me heel erg ingehouden daar. Mijn keycord met de perskaart, die heb ik aan Eva meegegeven. Want haar kinderen vinden dat fantastisch. Ontzettend leuk. Nou ja, en liever dat zij er blij mee zijn dan dat ik ze weggooi. Henriette, de gastvrouw in de perskamer. Fantastisch lief mens. We komen er nu al een aantal jaar. En ze herkent dus, ons dus ook. En ontzettend grasvrij, vriendelijk. Echt waar, serieus. Dik compliment voor Henriette. Nou, wat heb ik gekocht? Ik heb gekocht de Knit Pro Fixed Circular Needle. Nou ja, 2,5 mm, 80 centimeter lang. En ik dacht dat het 60 was. En pas later zag ik dat het 80 centimeter was. Hier, kijk. Van Knit Pro. En ik denk, nou, dat is weer iets anders. Want ik had de Addy. En die was 60 centimeter. En ik denk, weet je wat, nou wil ik ook de Knit Pro proberen. Ik kan hem nu kopen. Dus deze heb ik bij Caro's Atelier gekocht. Die hadden ze daar keurig netjes hangen. Kon ik gelijk even Caro en Edwin weer even gedag zeggen. Want dat was ook alweer een tijdje geleden. Zulke lieve mensen. En in de trein op weg naar huis op maandag dacht ik, oh, ik ga lekker breien. Ik pak mijn breiwerkje erbij. Deze keurig netjes op die 5 zingpennen van Knit Pro. Dit is de zing rondbreinaald. Dat zijn de soort naalden. Daar was ik dus mee aan het breien. Ik was al over de helft van de hielflap. Zie ik ineens dat er een brandgat in mijn sok zit. Ja, nou ja, ik heb dus mijn nieuwe trui gedragen bij Miranda. En ik dacht, nou ja, dat zal echt van een sigaret zijn geweest dat er af is gevallen. Nou ja, liever in mijn sok dan in mijn trui. Dus thuis heb ik mijn sok uitgehaald. De gesmolten draadjes er tussenuit. En ik heb hem opnieuw opgezet. En nu dus met die zing. En behalve dat ik me vergist heb in de lengte van de kabel. Dat vind ik wel een beetje lastig voor mij dat die zo lang is. Maar dat is voor iedereen persoonlijk. Want ik ken een hele leuke meneer, Mike, van Mike's Creatieve Wereld. Die doet dat heel graag met 80 centimeter. Maar ik vind het net wat te lang.
60 had ik prettiger gevonden. Maar het breidt wel ontzettend lekker zo met die magische loop. Serieus, ik heb het eerste koffieboontje er alweer in zitten. Dat heb ik gisteravond allemaal gedaan. Ik vind het heerlijk breien. Echt waar. Kijk, als je deze weer opschuift, zie je hoe makkelijk dat gaat? Dit is, je voelt het wel hier. Je voelt het wel, de overgang. En ook de kabel die niet dat Swift-systeem, hoe heet dat? Swiffer. Dat die kabel meedraait, dat zit hier niet in. Maar ik heb er geen last van. Kijk, maar ik trek de kabel door en hij buigt en hij buigt. En soms zit hij zo gebogen, maar dan draai ik hier aan het puntje en dan zit hij weer naar beneden. En ik heb er geen last van. Ik vind het lekker breien. Wat ik zeg, die Addy, die breidt ook heerlijk. En dat vind ik prettiger dat daar dan de kabel wat korter van is. Maar dat is gewoon mijn eigen fout geweest. Had ik maar 60 centimeter moeten kiezen. Heb ik fout gedaan, maar het breidt geweldig. Dus ik kan nu met deze bol mijn tweede sok af gaan breien. En dan kan ik aan een nieuwe beginnen. Woehoe! En ik heb nog wat gekocht. Deze. Ik ga het prijsje even kijken of ik die hier een beetje afkrijg. Die had ik gekocht op de Creadoe. En Wim en Dennis, die stonden er dus ook, hè? Mr. Knitbear en Mr. Knitbear en Dan Dennis. En ja, ik heb die andere drie boeken van hen gesigneerd. Dus deze wilde ik ook gesigneerd. Kijk, voor Vonne. Jij mag van mij wel steken laten vallen. Van Wim, Mr. Knitbear. En toen heeft Dennis gesigneerd. Ja, echt niet dus. Groetjes, Dan Dennis. Nou, dit is, vind ik zo echt persoonlijk. Dat vind ik leuk. Nou ja, en dan heb je hier dus het boek. Er staan 5 toffe projecten voor beginners in. De teddybeer, het welpje, de wasbeer, de honingbeer en de grizzly. Dat is echt voor beginnende breiers. En dan staan er heel veel technieken en benodigdheden. En allemaal echt voor mensen die niet kunnen breien, is dit het ideale boek. Er staat echt ontzettend veel uitgelegd. Zie je dat? Foto's, beschrijvingen. Dit is allemaal uitleg. Nou, is dat fantastisch wat je allemaal kunt gebruiken? En nou, echt een aanrader als je nog niet kunt breien. Voor mij is die alleen voor de compleetheid van mijn verzameling van die boeken. Want ik vind dat zo ontzettend leuk. Nou ja, en toen werd het dus zaterdagavond en we zijn naar huis gegaan. Het was loeidruk onderweg. Sowieso al vanaf de parkeerplaats. Het stond hutje-mutje vol. Nou ja, er waren 12.500 bezoekers. Ja, die wilden allemaal rond dezelfde tijd weer weg. Dus het was heel erg druk. Een deel met de trein natuurlijk, maar ook een groot deel met de auto. En onderweg op de snelweg. Het regende, het was donker, het was druk. Dus we hebben Miranda, Eva en ik hebben Miranda een beetje met rust gelaten. Want ja, we wilden best wel veilig thuiskomen eigenlijk. Dat is helemaal gelukt. Onderweg naar de Chinees opgehaald, thuis Chinees gegeten. En toen moesten we live. Nou, en ja, dat was gewoon ongelooflijk te gek. We hebben in een deuk gelegen. Echt waar. Heel erg leuk. Moet je maar terugkijken. En nou ja, toen naar bed natuurlijk. Ik ben wat eerder naar bed gegaan. Miranda en Eva blijken het behoorlijk laat gemaakt te hebben samen. Maar ja, ik was gewoon echt zo moe. Ik zei, jongens, ik ga naar bed. Nou, hartstikke goed natuurlijk. De volgende ochtend uitgeslapen. En om 11 uur gingen we weer live. En toen na de 11 uur live, die is dan om 12 uur afgelopen, toen wilden we eerst gaan zwemmen. Maar we waren allemaal nog hartstikke moe en we zaten gezellig te kletsen. En nou ja, noem maar op. Toen hebben we gezegd van oké, weet je wat? We gaan om 3 uur weer live. En dan na de live van 3 uur gaan we echt zwemmen. En dat hebben we echt gedaan. Ik vond het water wat koud.
Maar dat kwam omdat het steeds bijgevuld moest worden. Want de glijbaan werd heel erg intensief gebruikt. Dus dat water dat liep weg en dan moest er weer nieuw bij. En je kunt je voorstellen dat zoveel liter water, dat wordt er niet verwarmd bijgegooid. Nee, dat wordt langzaamaan in dat zwembad verwarmd. Dus het water was wat koeler. Maar ik heb genoten. Echt, het was heerlijk. Nou, toen gingen we weer terug en toen hebben we gegeten. En om 7 uur gingen we weer live. Hartstikke leuk. En daarna, in de loop van de avond, is Eva naar... we hebben nog gegeten natuurlijk, hè. Toen de live. En in de loop van de avond is Eva naar huis gegaan. En ik heb nog een nachtje bij Miranda geslapen. En gistermorgen om 9:30 werd ik pas wakker. En om 10:00 gingen we live. Dus ik zat in de live te ontbijten. Maar ja, dat lukte natuurlijk voor geen meter. Ik heb een halve boterham kunnen eten. Maar ja, mijn koffie maakt heel veel goed natuurlijk. En toen had ik de trein in Maren van 12:30 naar huis. Ja, 12:30. En alles ging perfect. Geen blaadjes op de weg. Geen storingen. Geen kapotte bruggen. Alles ging helemaal perfect. En om 3:15 was ik op station Leeuwarden. En daar stond Wiebe. Oh, wat was het heerlijk om Wiebe weer te zien. Kijk, weggaan is leuk, maar thuiskomen is ook leuk. En onderweg naar huis vertelde Wiebe dat Chrissy... die had het hele weekend lopen miauwen. Hij zegt, ga niet goed met hem, hoor. Dus ik, oh, schrik in mijn hart. Chrissy is al 16, dus ja. Ik denk, oh, dan moeten we naar de dierenarts. Want ja, gaat niet goed, hè. Maar ik kwam thuis en hij is op mijn schoot gaan liggen. En hij is niet meer weg geweest. Hij heeft niet gemiauwd. Hij heeft mij gewoon gemist, de lekkere gek. Serieus, hij heeft mij gemist. Nou ja, en mijn koffer die stond eerst natuurlijk gewoon in de woonkamer. Want ik ben moe, het is goed. Ik heb mijn check uit mijn tas gepakt en mijn tablet en zo. Dat heb ik allemaal uitgehaald. En de rest had ik laten liggen. Ik denk, dat doe ik morgen wel. De groeten. En toen ging Tommy erin liggen. Frits, die had het hele weekend in mijn koffer geslapen zo'n beetje. Ik zei al tegen Miranda van, hij gaat mee hoor, hij ligt in mijn koffer. Ja, geintje natuurlijk, hè. Ik neem Fritsje niet mee, die hoort bij Miranda. Maar ja, mijn rode duivel, die had zoiets van, hé, ik ruik iets. Wie heeft er in die koffer gelegen? Met wie ben jij vreemd geweest? Dus die heeft de hele avond in de koffer geslapen. En toen ik later nog een keer keek, toen lagen Doris en hij er samen. Maar Chrissy die heeft niet anders gedaan als op schoot gezeten. En vanmorgen hebben we weer lekker samen ontbeten. Wiebe had macaroni gemaakt gisteren, dus ik hoefde niet te koken. Wiebe die maakt altijd voor een weeshuis macaroni. Dus vanavond eten we dat lekker weer. Heb ik nog even vrij. En kan ik... De was doe ik dan morgen wel, hoor. Ik heb een wasmand vol met vuile was. Mijn badpak die heb ik ertussen uitgehaald. En die mooie trui die heb ik ondertussen op de hand gewassen. En die hangt te drogen over de wastafel in de badkamer. Dus daar kan die heel mooi op zijn gemakje uitdruipen. En gebeurt er niks mee. Want ik ben best wel een beetje zuinig op die trui. Ik vind hem zo mooi. Dus die ga ik niet in de wasmachine en de droger gooien. Dat gaat bij mij automatisch, hè. Eerst wassen en dan gelijk drogen. Ik ben bang dat hij dan gaat krimpen en dat ik hem niet meer kan dragen. Dus die hangt te drogen en ik ben verder klaar. Deze video is nu klaar en op naar de volgende. Ik kreeg alweer een mailtje binnen dat in het voorjaar is er weer de lente-creadoe. En in het najaar heb je weer de gewone creadoe. En... ik weet het allemaal nog niet, hoor. Ik heb nou zoiets van, nou, ik vind het wel prest. Ik ben er net geweest. Maar ja, tegen die tijd heb ik toch wel weer zoiets van... het is wel heel erg leuk om jullie allemaal te ontmoeten. Het was zo gezellig en zo druk en zoveel mensen. En ik ben zoveel vergeten. Ik had op de beurs mijn camera gesloopt, dacht ik. Ik kon daar niet filmen. Ik heb dus 1 keer even buiten zitten nog gezeten met mijn camera. En daarna... ja, de batterij lag eraf en ik denk, nou, die heb ik afgebroken. Ik heb hem gesloopt, maar Miranda heeft hem weer gemaakt. Dus daarna kon ik wel weer filmen. Maar goed, dat heb ik dus niet gedaan. Dus wil je alles over het kantklossen zien en de beurs, kijk dan bij Mike's Creatieve Wereld. Zodra die video online staat, zet ik de link ernaartoe. Ook hieronder in de beschrijving. En tot die tijd moet je dan even wachten. Maar dan kun je wel met hem... mee de beurs over.
Wiebe was er niet bij, dus hij heeft niet kunnen filmen en ik had de camera gesloopt. En ik had sowieso eigenlijk geen tijd om te filmen, joh. Ik vond het veel leuker om met iedereen persoonlijk te praten en dan met een camera ertussen. Mike heeft geloof ik ook pas op het allerlaatst gevlogd. Dennis heeft volgens mij alles gefilmd. Volgens mij was het zo. In ieder geval, ik denk dat ik vandaag ook nog even een beetje vrij afneem. Ik kreeg trouwens van Caro's Atelier deze nog. De Scheepjes Ubuntu, de Beadweaving Loom Kit. Dan kun je een armbandje rijgen. Weven met hele kleine kraaltjes. Helemaal compleet. Alles zit erin. Zelfs de weefnaald zit erin. En slotjes en koordje. En nou, een knoop, het garen, de kraaltjes, de steekmarkeerders. Die kon je daar kopen. Deze heb ik gekregen. Ontzettend leuk. Dus ik moet gaan kijken hoe ik dat in elkaar kan zetten. Er zal vast wel iets van een beschrijving bij zitten. Ik laat het nu even hierin zitten. Be someone's rainbow staat er op de knoop. Ah. Dus helemaal compleet. Die kun je dus ook bij Karel kopen. Hè? Maar deze heb ik gekregen. En via Mike, want Mike kwam er mee aanzetten. Hey, deze heb je van Karel. Oh, cool. Leuk, leuk, leuk. Ik weet ook niet wat ze kost. Oh, hier staat 13,95. Ik weet niet waar Karel ze voor verkoopt. Kijk, hier. Ik weet niet wat ze bij Karel kosten. Maar het is wel ontzettend leuk. En Miranda die heeft een aantal keer voorgedaan hoe je kunt weven met kralen. En volgens mij Joke ook. Dus ga daar ook kijken hoe dat moet. En ja, dit is dus de complete set. Ik kom er wel uit hoe het moet. En anders vraag ik het aan Joke, aan Caro, aan Miran. Oh, kijk dan. Ubuntu, the belief that we are defined by our compassion and kindness towards others. Van Look at what I made. Dat is van de Ubuntu call van Deirdre. Deirdre Ace. Zo spreek je het uit, Ace. Ik ga afsluiten. Ik heb deze nu ook laten zien, want ik was vergeten. Maar deze had ik niet gekocht. Die heb ik dus gekregen. Oh, en ik heb nog één ding om te laten zien. Oh, waar is die? Waar is die? Ik had hem keurig weggezet. Oh, hier. Kijk, en een ander ding wat ik ben vergeten. Dat staat nog bij Miranda. Dat tasje met mijn logo. Oh, maar kijk, deze heb ik gekregen ook. Kijk dan. Van Nea en Margriet. Dit is mijn werktafel. Bruin met een afproject, een trui. Kijk. Mijn kopje koffie. Een schaartje. Strengetjes wol. Dit zijn echt strengetjes. Niet bolletjes gemaakt, maar dit zijn echt strengetjes. Een geborduurd Carolientje, want ik ben echt smoorverliefd op Carolientje. En een geborduurde, jazeker, een geborduurde torens. Want die is er altijd bij, hè. Volgens mij is hij nu buiten. Het is zonnig weer, het is niet te koud. Dus volgens mij is hij nog even buiten aan het genieten. Kijk dan, het neusje, snorhaartjes hier. Oh, zo ontzettend leuk. Zijn oortje hier, twee oortjes erbij. Ongelooflijk gaaf. Hier ga ik iets voor verzinnen dat er niks mee kan gebeuren. Want dat is dus niet de bedoeling, hè? Dat gaan we niet doen. Die moest ik echt nog laten zien. En er zat een lieve kaart bij met een hele lieve tekst. En dan is nu dit vlog wel compleet. Volgens mij heb ik nu alles laten zien, behalve die tas van Joke. Maar die komt in een van de live-uitzendingen van Miranda. Dus die links ga ik allemaal zoeken naar die lives waar ik bij was. En dan kun je daar gaan kijken van waar komt dan die tas. Want dat is ook een heel leuk verhaal. Ik wens jullie een hele fijne dag. Ik hoop dat dit vlog jullie niet verveeld heeft. Omdat het heel anders was als wat jullie dachten. Het is niet echt een creadoe vlog geworden. Maar ja, het is wel een apart vlog. Want
Maaike heeft hem anders. Joke gaat het weer anders doen. En kijk, dit is de achterkant ook keurig netjes weggewerkt. Zo, de tafel. Jongens, ik wens jullie een hele fijne dag, week, jaar. Rest van het jaar, nieuwjaar. Ik wens jullie alle goeds toe. En ik zie je graag een andere keer. Kijk, deze, dit verdient een ereplaatje zo, hè. Dit is zo mooi. Kijk, zo. Dankjewel, Nela, Nea en Margriet. Ongelooflijk. Oh.